Achter het kunstwerk Communio's Sanctorum vindt u een beschrijving. In eerste instantie ziet u een horizontale en een verticale lijn. U kunt de beschrijving pas lezen wanneer u deze een kwartslag draait. Dit heeft alles te maken met de voorzijde. De ene lijn bevat een fragment uit Laudate Dominum, de andere lijn een fragment uit Te Deum. De lijnen kruisen elkaar bij Omnes Gentes en Pretioso Sanguine, alle volken en kostbaar bloed.